Hi, welkom bij Just Cooking en vandaag gaan wij pompoenrisotto maken. Hiervoor halen we eerst een heerlijke pompoen uit de tuin en nu kunnen we gaan koken. Snij als eerst een stuk uit de pompoen. Snij er nu het zaad uit. Snij dan de schil eraf. Snij dit in dunne plakken. Pak het nu. Snij een halve peper en bak deze mee. Pluk wat rozemarijn en bluf de pompoen met de melk af. Laat het nu gaar koken met de rozemarijn. Snij nu de parmezaan fijn. Open een fles witte wijn en verwijder de rozemarijn. Snij dan de wortel. De pompoen is nu mooi gaar. Dan gaan we nu de risotto maken. We beginnen met wat olijfolie in de pan te doen. Daarna doen we er een half gesnipperd uitje bij. Deze gaan we heel even aanzweten. Aanzweten is een techniek. En dan ga je eigenlijk een uitje zonder hem echt kleur te geven. Dus dat is heel kort. Zo. Dan pak je risotto korrels. En die gooi je er ook bij. Laat de rijst nu even bakken tot hij een beetje glazig wordt. Blus het daarna af met de witte wijn. En als alle witte wijn is opgenomen, voeg je stap voor stap je bouillon toe tot hij bijna gaar is. Smelt er dan wat boter in en meng het met 4 goede eetlepels puree. Maak het af met de gehakte peterselie en de parmezaan. Laat deze even smelten. Breng het dan nog op smaak en bak ondertussen je wortels. Serveer het nu op een voorverwarmd bord. En heb ik nog één tip, roer je risotto zo min mogelijk. Anders gaat de korrel kapot en dan wordt het risotto heel plakkerig. Bon appétit!